Woensdag vond de officiële opening van het calisthenicsveld naast de sluis aan de Fortunaweg in Schiedam-Zuid plaats. Calisthenics is een trainingsmanier waarbij enkel het lichaamsgewicht als weerstand wordt gebruikt om een zo gezond en fit lichaam te krijgen. Het veld werd geopend door wethouder Fayyid Minas. Wat kun je doen op zo'n veld? Hier kan je van alles doen uiteindelijk. Als personal trainer ben ik ook bootcamp trainer. Hier geef ik ook regelmatig bootcamp lessen. Maar de bedoeling van hier zo is eigenlijk meer. Op je eigen lichaamsgewicht ga je sporten. Dus je kan eigenlijk van alles verzinnen uiteindelijk. Kan misschien push-ups, squat, rennen, springen, noem maar op. Is sport belangrijk voor u? Super belangrijk. Ik neem aan, voor u ook neem ik aan, toch? En we willen sowieso 80 of tenminste 100 jaar bereiken, maar u weet. Nou, sporten, zeker onderdeel van je leven. Waarom deze locatie? Eerlijk gezegd, dat zou ik echt niet weten. Maar in mijn visie, het is wel perfect. Want sinds ik ben hier bezig, heb ik meer klanten. Overal, weet je, is die mensen sowieso bewegen. Dus ja, qua exposure is prima. En dat betekent ook, we kunnen meer mensen stimuleren om te gaan bewegen. Dus ja, naar mijn mening is het wel ideaal hoor. Wat houdt het project van rivier naar stad in? Nou, de bedoeling is uiteindelijk, elke maandag ga ik sowieso starten met bootcamp voor dames. Dus voor iedereen uit de wijk van Schiedam. En op de donderdag ga ik sowieso training geven aan jongeren. Uiteindelijk de hele bedoeling is om Schiedam meer te gaan laten bewegen. En tuurlijk, vanuit gemeente hebben we dit. Super ideaal, topmachines, dus waarom niet? Laten we gebruik van maken. Denkt u dat er met dit weer wel wordt gesport? Eerlijk gezegd, ik ben al een jaar bezig met bootcamp. Ik heb getraind in sneeuw, met regen, zonder regen. Er is helemaal geen excuus om niet te gaan sporten. Tuurlijk, vandaag het is een beetje regenachtig, maar alsnog met een klein beetje regen erbij is het gewoon lekker om te bewegen. Dus ik zou zeggen, wel doen. Denkt u dat het lukt om anderen aan te sporen om ook in andere weersomstandigheden te sporten? Ja, het gaat wel even duren denk ik. Het is meer te maken met mentaliteit. Maar ik denk, het gaat wel lukken. Langzaam, maar zeker.